mannen hebben er één, daarom moeten vrouwen er ook één. Inderdaad, mannen hebben er één, maar wij willen hem ook wel. En ik zeker ook wel, of wou jij me al in een bejaardentehuis stoppen, Patrick? Als leerlingverpleegster? Oeh, je hebt charme. Oh, lekker, ga door. Ik doe mijn best. Hier. Wat, hier? In de flat? Ze was het opeens. Wat kwam ze doen dan? Ze kwam vertellen dat ze hier in de buurt komt wonen. Dat meen je niet. Wat dan? Dat weet ik wel. Die vrouw daar, die lijkt niet alleen op Joost. Ze is er ook nog. Ze woont daar sinds kort. Grote god. We kunnen zo bij elkaar binnenkijken. Ja, ja, we kunnen zwaaien. Gezellig, hè? Zeg, grote god. Maar dat kan toch niet maken? Dat kan toch niet waar zijn? Ja, ik zal het ook wel een beetje van. Ik ga er werk van maken. Ik ben al... Ja, dat dacht ik ook. Ja, nou, voor mij is het heel complimenteus. Laten we het daar maar ophouden. Nou, je verdient het. Laten we daar de mensen dan toevoegen. Oh. Je moet iets van onzeker zijn. Oh jee. De Fleury knabbelt aan mijn hormonen. Oh, knabbel, knabbel. Oh, oh nee, af, blijf, koest, lig, dood. Wat is er? Nee, nee, nee. Misschien heb je het gevoel dat ze meekijkt. Ja, dat zal wel zijn. Ja, of het is deze flat, zijn het aardstralen? Zoiets. Meen je dat? Wat? Denk je dat echt? Wat denk ik echt? Dat het door de aardstralen komt? Ja, dat zeg jij toch? Ja, jij zegt ja. Ik vraag, denk je dat het door de aardstralen komt? En jij zegt ja. Ik zeg helemaal geen ja. Ja, je zei zoiets, dat komt op hetzelfde neer. Dus, wat is onzin? Zeg, zoiets is hetzelfde als ja? Wat is hier op uw antwoord? Zoiets. Waar gaat het over? Waar hebben we het nou over aardstralen? Ja, waar gaat het niet over? Nu ga je er eerst helemaal over praten. Ja. Als je het dan uiteindelijk maar wel doet, dat is het. Want dat wil je wel? Ja, natuurlijk. Wat denk je dat ik hier zit te doen? Ik zit te wachten tot het gaat gebeuren. Maar ik heb de tijd. Laat je niet opjagen. Ja, ja, dit. Anders. Ja, maar ik wil alleen maar... Nee, ik ben nu degene die zegt dat het allemaal een grote vergissing is, dit van ons. En het zou heel, heel beleefd en wel zo gepast zijn als je dan geschokt en verbaasd reageert. Ja, maar ik ben ook niet geschokt. Quasi of niet quasi, jij gaat zeggen dat je geen idee hebt waar ik het over heb. Dat je niet weet waar ik al die onzin vandaan haal. Maar ik heb het eerste gezegd. Ook al komt het uit jou. Begrijp je? Wat een heisa. Ja, daar word ik wel een beetje opgewonden van. Oh jee. Oh ja. Oh jee. Oh ja. Oh jee. Oh jee. Oh, 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 oh. Oh jee. Oh ja. Oh jee. Oh ja. Oh jee. Oh jee. Ja. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Ik loop even door naar de keuken als jullie het goed vinden, maar laat je gerust niet storen. Nog iemand koffie? Ja? Meisje? Alles terug? Dat spiegeltje in de badkamer nog op aan. Oh Patrick, ik wil je nog iets anders vragen. Ja, ik weet dat het een beetje laat is, maar ik wil zo graag dat je het voor me doet. Wacht maar even, hè. Wat is er nou? Ik vraag het toch vrijblijvend. Hij kan toch nee zeggen? Ik heb het over dat spiegeltje, hoor. Oh, nou, een tweede spiegel lijkt mij wel handig. Als we een ruzie maken over de handvatten van messen en de tevelpannen en de rolletjes wc-papier, dan lijkt het mij wel raadzaam om een tweede spiegel in de badkamer te hebben. Ja, wat wordt het nou? Nou, het lijkt mij heel verstandig dat wij het dus eerst even over de situatie hebben. Een kus. Ja. En wat voor kus had je dan in gedachten? Een echte kus. We kunnen het een beetje opbouwen, maar uiteindelijk een echte kus. We smaken allebei naar Fleury, dus wat geeft het? Oh god, daar komt ze. Ja, kijk, ik wil een kus geven. Wat is nou een kus? Maar Dimitri heeft dus ook alweer een ander. Ja, wat kan zijn? Het leven gaat gewoon door. Zullen wij maar een borrel nemen dan? Over plakwangen gesproken. Kom maar op met die borrel. Ik lust eigenlijk ook wel een sigaretje. Ik wist niet dat jij rookte. Nee, heb ik ook nooit gedaan, maar kan toch beginnen? Ik wil je toch niet kapot maken. Dat doen meisjes niet. Meisjes maken hun speelgoed niet kapot. Dat doen jongens. Maar niemand geeft er iets aan, want ik heb er helemaal niks meer. Dat is toch niet zo? Ik ben toch niks. Ik doe niks, ik ben niks, ik ben niemand. Wie ben ik dan nog? Je hebt mensen in je leven, Jaap. En je hebt een ex-vrouw, je hebt een zoon.
En de ex-minnares in Carlisle ook nog. Ik ben heel erg waardeloos. Ik ben van geen enkele waarde meer. Nou, ik wil dit wel heel even duidelijk stellen, Jaap. Toen jij nou stoelen maakte, toen was je waardevol mens. En nu je alleen nog maar 3 vrouwen en een zoon hebt, heb je dan geen waarde meer. Zit het zo? Fascinerend zeg, hoe mannen kunnen denken. Uiterst fascinerend. Ik kwam even zeggen dat ik het spiegeltje een andere keer doe. En als er nog andere dingen zijn, ik heb niet zoveel tijd. Ik ga een weekend naar Antwerpen. Een lang weekend. Ja, van vrijdag tot woensdag is het. Nou, weet je, deze bank zit goed. Dit is echt een goede bank. Dit is echt een prima bank. Ik kan niks anders zeggen. Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet bestaan. Laten we samen dingen doen zingen. Laten we samen niet bestaan.